Op een regenachtige dag liep de politie zijn dagelijkse rondje door de buurt. Totdat... Halt! Staat die grote doos daar nu nog steeds? Ik zag daar laatst een hele hoekbank naar binnen gaan. Vreemd, ik heb daar nog nooit een volwassene gezien. In het systeem staat dat het nog helemaal geen woonadres is. Laten we maar even een kijkje gaan nemen. Sorry, ik moest van boven komen. Ik zat op de wc. Meneer, woont u hier alleen? Ja, helaas wel. Ik ben mijn familie kwijt. Het is verboden om onder je 18e alleen te wonen. Ja, maar ik wil helemaal niet alleen wonen. En nogmaals, ik ben mijn familie kwijt. Niks mee te maken. Regels zijn regels, meneertje. Sorry, tante, ik had het reden, maar ik was mijn rem kwijt. Wow, jongens, dit kan echt niet. Kom, we gaan snel hulp halen. Wow, ja, goed idee. Wat ik zo hoor, is dat er buiten een kind uit zijn doos wordt gezet door de politie en hij heeft niet eens ouders. Ja, dat is heel vervelend voor dat kind, maar we hebben nu rekenles. Meester, weet u wel niet hoeveel kinderrechten er overtreden worden? Och man, we kennen dat kind niet eens. Artikel 8, recht op een eigen identiteit. Er is niks belangrijkers dan een rekenles. Artikel 9, kind gescheiden van vader of moeder. Artikel 10, gezin weer bij elkaar brengen. Artikel 20, bescherming van kinderen zonder gezin. Oké. We hadden die UNICEF-lessen nooit moeten doen. Oké, Pine en Fine, jullie mogen hem straks gaan halen. Ik zei straks! Ja, eindelijk rust. Hier is hij, hier is hij. Oh ja, dag gedoe. Oké, laten we maar helpen dan. Maar wat kunnen we doen? We moeten zijn ouders vinden. Ja, maar hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? We kunnen een compositietekening gaan maken. Maar wie gaat dat tekenen? Dat kan ik! Wow! Oké, hoe ziet je vader eruit? Nou, hij heeft twee... Ja, twee benen. Twee armen. En... Ja, het is een man. En zijn haar? Ja, ze hebben alle twee haar. En zijn ogen? Doe er maar twee, is genoeg. Oké, ijs af. Wow, alsof ze hier naast me staan. Oké, jongens, hier zijn we naar op zoek. Wow, die zie je echt goed, mooi. Hè? Ja. De mooiste tekening die ik ooit heb gezien. Wow, die gaan we echt zeker vinden. Ondertussen had de meester een plan gemaakt om de ouders van het kind te vinden. Oké, jongens, we gaan straks voorbijgangers ondervragen en straks, ik zeg straks! Ik zeg straks, jongen!
wel gezien. Oh ja, die herken ik wel. Mijn achterbuurvrouw, haar neef, die woont langs een stel die elke derde zaterdag van de maand naar de kapper gaat. Oké, mooi, dan gaan we daar naartoe. Nee, die vrouw van de kapper speelt voetbal. En die mensen halen daar altijd het vuil. En ja, die voetbalclub zit daar om de hoek. Oh, daar om de hoek. Waarom zeggen ze dan niet meteen? Jongens! Wat een drukte. Ja, maar het was wel een mooie tekening. Al snel had de klas de familie van het kind gevonden. Precies, we hebben het gevonden! Ja! Precies zoals op de tekening. Ja, terug. We hebben uw zoon gevonden. Hoe kan het nou dat jullie je kind kwijtgeraakt zijn? Ja, waarom hebben jullie niet beter op me gelet? Houden jullie daar niet van me? Maar natuurlijk houden we wel van je. Kijk, ik heb zelfs je babyfoto bewaard. Maar we hadden gewoon niet genoeg geld om voor je te zorgen. Dus we hebben je helaas te vondeling moeten leggen. Maar blijkbaar ben je niet gevonden. Misschien was een afgelegen landweggetje ook niet de beste plek om een kind neer te leggen. Maar nu we hem gevonden hebben, kunnen jullie weer samenwonen. Nee, dat zal helaas niet gaan, want we wonen nu nog steeds op straat. We waren zelfs al een plan aan het bedenken om deze kinderen te dumpen. Dan komen jullie toch bij mij wonen, ik heb wel een huis. Maar jouw huis is toch veel te klein? Nou, het is groter dan het lijkt. En zo kon de familie toch weer samenwonen in het huis dat inderdaad groter was dan het leek. Wow, dit is echt een gigantisch huis. Zet de jacuzzi maar vast aan. Wow, een hele kamer. Dit is echt het mooiste huis wat ik ooit gezien heb. Het is veel ruimer dan wat het van de buitenkant lijkt. Hé, nu heeft u ineens wel ouders. Dan kunnen we ze ook wel toestemming geven om daar te blijven wonen. Dat hebben wij dan weer mooi opgelost, hè? Zeker! Oh, maar gelukkig hebben we ook nog de bloopers, dus we kunnen nog wel even doorgaan met lachen. De bloopers van deze film, die komen er nu aan. We kunnen een compositietekening maken. Oké, nu ga je het journaal presenteren, want je kijkt voor de camera heen. Wow, alsof meer... Of... Oh. Op een eigen identiteit. Wat? Identiteit. Ja, hartstikke goed. Niks belangrijkers dan rekenles. Werken. Kijk je naar de camera in? Ja, omdat jij denkt... Zwaai maar even naar de camera. Hoi. Hoi. Daar is er niet te laat voor! Huh? Huh? Ja, het is ook wel... Wacht, ik ben het vergeten. Artikel. Oké, die ging niet goed. Mijn achterbuurvrouw, haar neef, die... Ja, oh, dat moet ik eens even kijken. Jammer. We hebben een zoon gevonden. Waarom? Dat was voetbal. Dat weet ik niet meer. Wat? Oh, wat was het nou? Eén. Je gaat het maar even aftellen nog. Oké. Blooper. Oké, we gaan... In het systeem staat dat er nog... Dan kunnen we ook wel toestemming geven om ze daar... te laten wonen. Verder was het perfect. Ja. Maar nu jullie hem weer gevonden hebben, kunnen jullie weer samen wonen. Was dat de tekst? Oh, wat? Jullie kijken allebei de kamer heen. Zwaai maar even naar thuis. Je kijkt weer naar mij, hè? Kijk, die kant.